Het ruikt hier zo verbrand. Ik ga denk even een raampje openzetten. Voordat het hier straks helemaal blauw staat. En voordat het alarm straks afgaat. Want dat is mij namelijk vaker gebeurd. Ik denk dat deze tijdje ook gewoon echt een emotioneel wrak maakt. Wow. Wow. Oh mijn god. Oh ja, klopt. Heb je hem binnen? Ja. Allemaal naar links en rechts. Het wordt gewoon naar links. Hey. En er wordt gewoon aangebeld met een bos rozen voor mij. What the fuck? Goedemorgen, het is vandaag maandag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik zit voor het raam, want ik was net even aan het kijken of er nog sneeuw lag. Nou, of course, er ligt er superveel, echt bizar. En ik besef me eigenlijk wel dat dit echt eigenlijk heel zeldzaam is. Ik bedoel, ineens ligt er superveel sneeuw. Ook niet dat het eerst een beetje ging sneeuwen en steeds meer. Gewoon echt ineens een mega pak sneeuw. En het blijft gewoon echt een week liggen. Ik heb dus net gelezen dat het deze week en begin volgende week 's nachts gewoon min 20 kan worden. Dus echt super heftig. Dus ik was gisteren nog best wel negatief over de sneeuw. Dat ik dacht van ja, ik haat het. En nog steeds ben ik geen fan. Want het heeft eigenlijk gewoon meer nadelen dan voordelen. Maar ik wil ook het leuke ervan inzien dat het dus echt best wel zeldzaam is. En dat dit echt maar eens in de 30 jaar voorkomt. Dus het is toch wel heel erg leuk. Goed, ik ga lekker een ontbijtje maken. En ik wil dus vanmiddag een video opnemen waar ik een beetje girl talk bespreek. Als het goed is staat die dus nu al online. Ik ga even zo'n dingetje, volgens mij aan deze kant, ga ik hierboven editen. Verder gewoon weer een beetje alledaagse dingetjes. Mailtjes beantwoorden. Huis opruimen, want het is echt troep weer hier. Typische maandag dus lekker. Ik zit nu lekker op mijn kamer. Ik ben net klaar met het opnemen van mijn video. Ik hoop dat die een beetje leuk is geworden. Nogmaals, ik zet hem hier even ergens in beeld. En nu is het denk ik echt tijd om het huis op te ruimen. Ik heb het een beetje uitgesteld, maar het is zo'n troep. En ik ben dus echt veel rustiger in mijn hoofd als ik gewoon lekker een opgeruimd huis heb. Dus ik ga het maar doen. Ik ga even het schoonmaaknummer opzetten en ik ga beginnen. Oké, ik ga nu echt schoonmaken. Ik heb het 2 uur uitgesteld, maar here I go. Naar buiten. Want ik moet toch echt een keer boodschappen doen. Ik heb niks in huis. Ik heb mij heel warm aangekleed. Ik heb een muts op. Ik heb een kooltrui aan. Ik heb mijn lekkere sweet hug deken. En ik ga hierover nog een jas aan doen. Handschoenen, want I can't gewoon. En ik ga lekker een heerlijk pastaatje maken. En Vic is nog steeds niet thuis. Die komt volgens mij wel weer thuis vanavond. En ik heb haar nodig, want ik ben deprim eentje. Ik kan gewoon echt niet alleen zijn. Ik word er echt zo somber van. Weet je, ik zit de hele tijd thuis in mijn eentje. En ik heb op zich wel lekker mijn vlog geëdit en online gegooid en een video gefilmd. En ik heb best wel wat nuttige dingen gedaan. Maar het lijkt me gewoon chill om gewoon binnenkort wel even naar dat kantoor te gaan waar Vic ook zit. En dat kan ook gewoon. Ik ga binnenkort gewoon even een proefdagje doen. Want dan ga je ook ergens heen, weet je wel. Dan ga je ook echt een soort van naar je werk. In plaats van de hele tijd thuis zitten. Ik word er echt een beetje depri van. Maar dat zullen jullie vast herkennen. En ik wil ook weer niet negatief in mijn vlog zijn. Dus ik ga lekker boodschappen doen. En de kou in. En dit zijn de boodschappen die ik gekocht heb. Het wordt echt een super healthy pasta. Want ik heb dus deze courgette spaghetti. En dit verschilt gewoon echt zo erg qua calorieën. En je krijgt meteen vet van groenten binnen. En het is nogal lekker. Dus echt een tip van mij. En ja, dit compenseert dan weer. Nooit boodschappen doen als je honger hebt. Dit recept was beter in mijn hoofd. Even serieus. Ik heb die courgette spaghetti erin gegooid. Het is letterlijk dit. Het is helemaal sompig en klein. Dat is toch geen spaghetti? Oh, ik had hier zoveel zin in. Op zich ziet het er best oké uit. In ieder geval, het is echt super gezond. Er zitten echt alleen maar groenten in en een beetje saus en garnalen. Dus ik ben heel benieuwd. Morgen, het is vandaag dinsdag en welkom weer bij een nieuwe dag. Ik heb echt super lang geslapen. Ik weet het niet. De laatste tijd slaap ik zo lang. En ik word nog steeds best wel moe wakker. Dus dat is best wel raar. Maar goed, ik ga lekker aan deze dag beginnen. Ik ga een ontbijtje maken. En daarna ga ik denk lekker buiten een lange wandeling maken. Want ik moet iets ophalen van mijn zusje. En dat is een half uur lopen en een half uur terug. Dus ik vind het wel even lekker buiten. Lekker een frisse neus halen. Misschien ook wel eens goed in plaats van alleen maar hier binnen zitten te werken. Oké, ik ben een beetje in de war. Ik heb namelijk vorige week HelloFresh besteld. Omdat Vic het vorige keer al besteld en het was zo goed bevallen. Toen zei ik, oké, ik ga het deze week bestellen. Maar ik had dus wel in het verleden een keer een account aangemaakt. En die heb ik toen gebruikt.
En daar stond dus het adres van mijn moeder nog op. Of nou ja, in ieder geval van mijn ouders. Dus ik kreeg vorige week een appje van... Hey Lies, thanks for the HelloFresh. Dat ik dacht, kutzooi, het is daar geleverd. Dus toen zei ik, oké, nou, veel plezier ermee. Ik bestel het wel een keer opnieuw. Maar niet gedaan. En nu ineens word ik net gebeld. Dus ik neem op en dan zegt hij, hoi, met HelloFresh. Ik sta voor de deur, maar welke bel is het? Dus ik zeg, hè? En nu heb ik dus... wel een doos ontvangen. En ik heb geen idee wat hierin zit. Want bij HelloFresh is het zo dat je 3 gerechten bestelt. En die komen dan bij je thuis. Dus ik weet nou niet of dit dezelfde 3 gerechten zijn als die dus bij mijn ouders thuis zijn geleverd. Of dat het weer nieuwe gerechten zijn. En vanochtend is er dus ook €50 afgeschreven. Terwijl ik niks heb besteld. Dus ik vind het een beetje een raar verhaal. En ik weet ook niet hoe ze aan mijn adres komen. Maar ik ga het gewoon even openmaken. Dan hoop ik wel dat dit de gerechten zijn die ik zelf heb gekozen. Ja, dit heb ik wel gekozen. Risotto. Een soort gezonde pizza. En parel couscous met garnalen en courgette. Nou ja, ik ga even kijken wat hier mis is gegaan. Maar in ieder geval heb ik eten voor 3 dagen. Dat is sowieso chill. Ik heb een pakketje binnengekregen waar ik denk heel erg blij mee ga zijn. Ik draag namelijk elke dag deze trui. Als het jullie nog niet opgevallen was, hij is gewoon super lekker warm met het colletje en hij zit lekker. En ik heb er nu nog 2 besteld. In het groen en in het roze. Zij van Heidi Dameskleding, een superleuk winkeltje in Horen. Ze verkoopt de trui via haar Instagram en nog veel meer kleding. En nu heb ik ook... een roze. En een groene. Dus nu kan ik afwisselen. Dan hoef ik niet elke dag meer deze aan. Oké, jullie willen echt niet weten wat ik allemaal aan heb. Ik heb een muts op. Ik heb een jas aan. Daaronder mijn deken / trui. Daaronder mijn nieuwe roze trui. Daaronder heb ik nog een shirt met lange mouwen. Ik heb een broek aan. Daaronder een legging en mijn Dr. Martens. Misschien stel ik me aan, maar ik ben niet gemaakt voor deze kou. En nu ga ik lekker naar buiten voor een... La sneeuwwaadje. Een lange sneeuwwandeling. Oh, kijk hoe leuk de stad eigenlijk is, hè? Met dat sneeuw. En dan het water en die brug. Al die huisjes. Love my city. Toch even lekker om te wandelen. En het valt al mee hoe koud het is. Ik ben al een tijdje thuis van het wandelen. En ik vond het best wel chill. Ik heb echt 2 uurtjes gelopen of zo. Het was echt wel lekker. En nu ben ik de HelloFresh maaltijd aan het bereiden. En Vic en ik hebben gekozen voor de risotto. De keuken is een bende, maar ik denk dat het goed gaat. Ik weet het niet. Het is toch best lastig om die risotto te maken. Zo ziet het er nu uit. En ik ga zo even het eindresultaat laten zien. Oh mijn god, ooit met kerst heeft mijn oma een stokbrood aan laten branden. En dat stonk zo erg. Echt de hele kerstavond stonk het zo. En zo ruikt het nu weer. Dus dat is geen goed teken. Ik snap niet wat er aan de hand is. Want de risotto moet koken. Maar het ruikt hier zo verbrand. Ik ga denk even een raampje openzetten. Voordat het hier straks helemaal blauw staat. En voordat het... alarm straks afgaat, want dat is mij namelijk vaker gebeurd. Wauw, dit wordt zo geen succes. Look how pretty! Oké, ik hoop dat het lekker is, maar volgens mij is hij wel gelukt. Ik heb even mijn oom om advies gebeld, want ik raakte een beetje in paniek. Maar het ziet er best mooi uit. Oké, hier komt de review. Als ik heel eerlijk moet zijn... Ik heb wel eens betere gegeten, maar het is zeker lekker. Ik ben heel benieuwd wat Vic ervan vindt. Oh mijn god, oké, Vic vond de risotto gelukkig lekker. En toen dacht ik net, oké, ik ga lekker slapen. Ik ga even alles opruimen. En toen zag ik dus de pan waar de risotto in zat. En toen zag ik dus dat de hele onderkant van de risotto verbrand aan de pan zat. Dus dat hebben we niet opgegeten, want het zat vast. Maar willen jullie foto's zien? Ik heb er dus net foto's van gemaakt over hoe het eruit zag. Dit kan niet gezond zijn. Ja. Dit kan niet. Dit is gewoon echt 1,5 verbrandheid. En nu is hier die pan. En ik krijg het maar niet schoon. Ik denk dat ik gewoon een nieuwe pan moet kopen. Oh mijn god. Ik ben zo'n keukenprinses. Goed. Ik ga dit even fixen. En dan ga ik lekker slapen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En zoals jullie zien heb ik mijn trui weer een andere kleur. In het groen. En deze vind ik ook wel leuk. Ik draag echt nooit kleur. Dus ik dacht ik ga juist deze trui in kleurtjes bestellen. Dus ik ben er wel heel erg blij mee.
En ik ben wakker, want ik moet zo naar de dokter. Ik kan eindelijk mijn 11e teen verwijderen. Die zit er nu al een tijdje. Nee, grapje. Ik ga wel zo naar de dokter. Dat is zo niet grappig op deze ochtend. Ik ga wel zo naar de dokter, maar ik heb een afspraak om te praten over mijn spiraaltje. Ik hoop dat we er allemaal uitkomen. Ik hoop dat ik er dan iets wijzer van word. Welk spiraaltje het best bij mij past, laat je natuurlijk weten. En ik heb er best wel zin in. Ik zag het spiraaltje eerst als een soort grote angst. En nu zie ik het juist als iets goeds en iets wat ik graag wil. En ik hoop dat dat ook zo blijft, want het is natuurlijk nog steeds super eng en pijnlijk. Ik ben weer thuis van mijn afspraak en het ging eigenlijk best wel goed en het was eigenlijk best wel fijn. We hebben gewoon een beetje alles over de spiralen die er zijn besproken, omdat het voor mij nog niet helemaal duidelijk was. En uiteindelijk heb ik gekozen voor de Mirena spiraal, ook omdat ik daar echt super veel berichtjes over kreeg van jullie en positieve verhalen. Dus ik dacht ja, dat voelt dan toch ook het fijnst als je die het vaakst hoort. Dus 25 februari is de datum. Natuurlijk vind ik het nog steeds eng. Maar ja, ik weet niet. Ze zei ook van, wil je nog even over nadenken? Dat je belt voor een afspraak. En toen zei ik van, nou ja, weet je. Maak gewoon maar meteen die afspraak. Want ik ken mezelf. Dan ga ik weer naar huis. En dan ga ik weer over piekeren. En dan ga ik weer dingen denken van, oh mijn god, het is eng. En dan durf ik het niet meer. Dus de afspraak staat 25 februari. Komt helemaal goed. Ja, ik bedoel. Ja, het is natuurlijk kut. Maar daarna heb je wel 5 jaar lang plezier. Dus ik ga me eroverheen zetten. Komt helemaal goed. Ik heb een pakketje gekregen van Chiquelle. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Ik heb een superleuk bijpassend jogging setje. En ik hoop echt dat deze past in het licht roze. Dus een joggingbroek en een roze trui als een soort set. Omdat het nu toch super koud weer is. En ik heb 2 truien. Een grijze en een witte. En volgens mij zijn ze wel allebei cropped. Die trui van het jongpak trouwens ook. Dus het is niet super warm, maar wel erg leuk. En ik ga het zo even aanpassen. Maar eerst wacht ik op Thijs, want ik heb met Thijs afgesproken. Niet Thijs van Love Island trouwens. Thijs, een vriend van mij, om te gaan wandelen. Want het is ga je weg? Ja. Oh. Oh. Wat? Dat klonk echt schattig. Ja. Ja, maar niet heel lang. Ik ga gewoon even een rondje lopen. Wil je mee? Ja, misschien wel. Oké. Okay. Is goed. Dus we gaan even een rondje lopen en om onze stappen komen. Ik ben weer thuis van wandelen. We zijn echt 2 uur weg geweest. 12.000 stappen. En nu ga ik even de kleding passen die ik van Chico heb gekregen. Oh mijn god, deze trui is zo lekker zacht. En wat ik leuk vind is dat die hier zeg maar strak zit. En hier bij de mouwen. En voor de rest een beetje paf. Ik kan hem ook korter doen als ik wil. En dan is hij een beetje zo met een leuke spijkerbroek. Denk ik dat het wel heel erg leuk is. En hij is echt warm, ook al zou je dat niet zeggen. Oké. Deze is wel iets korter dan ik had verwacht. Maar ik vind hem eigenlijk al heel erg mooi zitten. Misschien niet per se met deze broek. Maar met een spijkerbroek is het best wel leuk. Hij is best wel warm qua stof. Hij is alleen natuurlijk wel koud qua buik. Maar ik denk dat je dit wel heel erg leuk kan combineren. Voor als je misschien ooit een keer een leuk huisfeestje hebt of zo. Ooit weer eens een keer in deze kuttijden. En dan met een spijkerbroek en leuke sneakertjes. Oké, ik vind het pak echt geweldig. Ik had hem echt in meerdere kleuren willen bestellen. Maar het is gewoon een hoodie. En die kan je dus zelf verstellen met deze bandjes. Met een capuchon. Ik zal hem even afdoen, anders lijkt echt een gangster. En deze broek zit dus ook best wel mooi. In het lichtroze. En ze hebben deze ook dus echt in het lichtblauw. Die wilde ik eigenlijk ook bestellen. Lichtpaars, in het lichtgroen. Echt superleuk. Echt allemaal van die pastelkleurtjes. Maar ook gewoon wit, zwart en grijs. Gewoon wat neutralere kleuren. Maar ik ga deze lekker aanhouden. Hoe chill is dit outfitje voor gewoon de rest van deze avond. Hey guys, ik ben aan het editen. En ik was dus helemaal vergeten te zeggen dat ik bij Chiquelle 20% kortingscode heb. Die ga ik even editen in beeld. Lisa20. En dan krijg je 20% korting op de website. Dus mochten jullie ook wat willen bestellen, is dat super chill. Nu weer veel plezier met mijn vlog. En nu ga ik even mijn spullen pakken en ga ik snel naar Meidrecht rijden. Ik ga lekker een hapje eten met mijn zusje. En morgen moet ik vroeg naar de tandarts. En dat is dus in Meidrecht. Dus vandaar dat ik nu al weg ga. Dan hoef ik morgen niet zo vroeg vanuit Amsterdam te rijden. Dus ik ga zo lekker rijden. Ik hoop dat het iets beter op de weg is. Dus niet zoals vorige keer, want ik glipte toen echt. Maar volgens mij ziet het er nu wel goed uit. En ik heb echt wel weer zin om Beertje even te knuffelen. Dus ik heb er wel zin in. Oké, dit is het HelloFresh menu die ik heb meegenomen naar Meidrecht. Want ik dacht, ja, het moet toch op. Een soort gezonde wrap pizza ding, wat ik dus wel vaker maak. En ik ben heel benieuwd of dit lekker is. Er hoort dus lamsgehakt op. Maar Britt en ik hadden allebei zoiets van,
klinkt een beetje raar. Dus we gaan er nu een tonijn op gooien. Het is voor het eigen receptje van deze HelloFresh recept. Goedemiddag, het is vandaag donderdagmiddag en ik ben nog steeds bij moeder. Ik ben net even naar de tandarts geweest. Echt, mijn mond is nog steeds verdoofd. Vooral mijn tong, wat heel irritant is. Dus voor mijn gevoel praat ik heel raar. Maar goed, ik heb het in ieder geval overleefd. Het was een prima afspraak. Ik had gewoon een gaatje die dus niet goed zat en opnieuw geboord moest worden. Super kut. En nu ben ik hier. Vic is niet thuis. Dus ik dacht, ja, ik blijf nog wel gewoon even vandaag hier. Omdat ik geen zin heb om alleen te zijn in Amsterdam. En ik moet toch werken. Dus dat kan ik overal doen. En ik heb een tijdje geleden gesolliciteerd op een superleuke functie bij RTL Boulevard. Het is wel een stage. En ik zit niet meer op school. Maar ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. Ik kan gewoon stage lopen, ondanks dat ik geen student ben. Ik verdien natuurlijk dan alleen helemaal niks. Maar ik wil daar zo graag werken en ik wil het zo graag op mijn cv gevoegd hebben. En ik wil zo graag weten of het echt iets voor mij is. Dat ik dacht, ik ga gewoon solliciteren op die functie. Nou, nu hebben ze mijn mail ontvangen en nu moet ik een soort testopdracht maken. Wat natuurlijk super spannend is. Dus ik ga daar vandaag aan werken en vandaag ook opsturen. Ik had echt maar één dag deadline, dus ik hoop dat die opdracht een beetje goed gaat. En ik hoop dat ik dan misschien iets meer ervan hoor. En iets positiefs ervan hoor. Het lijkt me super tof om ja toch daar te gaan werken. Dus ja, ik roep het echt al 5 jaar dat ik daar wil werken. Dus het zou super chill zijn. Ook al is het een stage. I don't care. Ook al krijg ik niks betaald. I don't care. Ik wil daar gewoon bij horen. Dus ja, ik ga die opdracht maken. En ik laat jullie weten hoe dat ging. En ik baal echt, want ik heb zoveel honger. Maar ik kan dus niet eten, omdat mijn halve bek verdoofd is. En het is zo kut, want ik heb zoveel zin in eten. En ik ben nu echt al aan het bedenken, mijn moeder heeft vet veel eten hier. Ik heb thuis in Amsterdam nooit zoveel eten, maar hier is er heel veel eten. Dus ik dacht echt, oh, als ik terug op van de tandarts ga ik echt alles opeten wat hier ligt. Maar vergeten dat ik verdoving moest en dat dat dus best wel kut is. I am back in Amsterdam. And I'm alone, because Victoria is gone. En vannacht ook niet, dus ik ben hier alleen. Oh, ik verveel me nu al. Ik heb mijn jas al niet eens uit. Ik vind het altijd zo naar om alleen te zijn. Ik weet niet of je het kent. Dat heb ik volgens mij al vaker gezegd. Maar ik weet niet. Ik verveel me gewoon. Ik heb gewoon zin om lekker met iemand te kunnen kletsen als ik iets kwijt wil. Maar goed, dan ga ik wel gewoon mensen bellen. Ik moet me niet zo aanstellen. Ik ga mijn jas uitdoen. En ik ga denk lekker zo beginnen aan mijn HelloFresh maaltijd. Ik heb er namelijk nog eentje. En dat is de couscous salade met gamba's. Volgens mij, als ik het goed zeg. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Oh, en Vic is er bezig geweest. Ze heeft er wat muizengif gestrooid voor de zekerheid. Oké, ik heb iets geks. Ik vind namelijk een pakketje in de gang wat voor mij is. En hij is helemaal opgeblazen. En ik heb wel dus laatst wat dingetjes op AliExpress besteld. Omdat ik daar heel graag een video over wil maken dat ik dingen op AliExpress ga kopen. En dus ga uitpakken in een video. Dus eigenlijk mag ik dit niet uitpakken, maar ik ben aan het voelen. En ik weet oprecht niet wat het is. En het voelt als een soort... als een soort zonnecap. Dat je zo'n cap hebt met zo'n ding eromheen. En er staat ook dat het komt van Military Hats. Oh, ik weet het al. Ik heb gewoon... Oh, ik ben zo dom. Ik heb een heel leuk hoedje besteld voor mezelf. Maar om te bespreken tijdens de video. Dus ik ga hem niet openmaken. Maar ja, wel stom. Want AliExpress heeft dus zo'n lange verzending. Dus deze is als eerst binnengekomen. Maar het kan echt nog een maand duren voordat de andere producten komen. Dus ik moet deze gewoon een maand lang dicht houden. Ik ga wel vast aan jullie laten zien welke het is. Want hij is dus wel echt super leuk. Echt jammer, want ik kan hem nu ook gewoon dragen. Nou ja, het kan dus niet. Maar het had dus gekund. Even kijken. AliExpress, ik heb zulke domme dingen ook besteld. Maar ook echt leuke dingen. Verzonden. Deze was best duur voor AliExpress. 10 euro. Maar ik vond hem zo leuk. Het is zo'n... cap. En er zit een M op. Geen idee waarvan. Van mooi. Nee, weet ik niet. Maar ik vond hem wel luxe uitzien voor AliExpress. Dus ik hoop dat hij leuk is. Maar goed. Dat weten we waarschijnlijk pas over een maand. Oké, deze avond is even iets anders gelopen dan ik dacht. Ik dacht ik ga lekker koken. En ik ga lekker naar mezelf op deze kijken. Het is niet eens heel erg. Maar het is gewoon... gewoon bij elk klein dingetje wat kut gaat. Of wat minder loopt. Of wat toch weer je kwetst of wat, ja, wat toch weer niet loopt zoals je dacht. Plus de hele situatie natuurlijk wat er nu is, kan zo'n kleine tikje al zo'n kutgevoel geven. Het is gewoon, iedereen heeft hier waarschijnlijk last van. Je bent zo snel geprikkeld en gewoon, normaal zou ik hier misschien niet om janken. Alleen nu gewoon doordat het een opstapeling wordt van alles.
Oh, ik voel me gewoon zo kut. En misschien ook omdat ik gewoon nu alleen ben. Ik heb gewoon even een knuffel nodig of zo. En er is niemand. En... ik weet het niet. Ik dacht dat ik emotioneel iets sterker was dan dit. Maar ja, blijkbaar niet. Ik weet niet. Ik denk dat deze tijd je ook gewoon echt een emotioneel wrak maakt. Goedemiddag inmiddels al. Het is vandaag vrijdagochtend. En ik voel me iets beter dan gisteren. Ik voel me sowieso beter dan gisteren. Want erger dan gisteren kon even niet. Ja, nieuwe dag. Nieuwe leuke dingen vandaag. Dus het komt helemaal goed. Ik heb wat pakketjes binnengekregen. En ik dacht, ik ga die even met jullie uitpakken. Want ik heb zelf bij een paar dingetjes ook geen idee eigenlijk wat erin zit. Dus dat wordt een verrassing. Oké, ik zit echt super random op mijn bed. Ik zit echt nooit in mijn kamer. En misschien had ik even een mesje moeten pakken. Want dit gaat mij natuurlijk niet lukken. Oh. Is dit wel voor mij? Oh ja. Hier ben ik heel erg blij mee. Het zijn producten van X-Lash. En ja, dat zijn eigenlijk producten voor je wimpers en je wenkbrauwen. Om het gewoon iets harder te laten groeien. Dus een wimperserum en een wenkbrauwserum. En ik weet dan even niet wat dit is. X-Lash Eye Gels. Misschien goed voor mijn wallen. Ik denk een soort... Wow. Wow. Oh mijn god. Dit heb ik wel eens gezien bij mensen. Hè? Het zijn... Kijk, wacht. Het zijn gewoon allemaal velletjes. En dit moet je denk ik onder je ogen plakken. Dat je wallen weggaan. Oh mijn god. Het zijn er echt superveel. Hoeveel zit hierin? Wow, wat handig. Gaat echt een wereld voor me open. Oh, er zit allemaal stof alweer aan. Oké, wat vet. En dit is de X-Lash en de X-Brow. En dat zijn eigenlijk gewoon hun producten. En dit is een serum voor je wenkbrauwen. Dus om je wenkbrauwen snel wat voller te krijgen. En dit is voor je wimpers om je wimpers te laten groeien. Oh mijn god, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga natuurlijk laten weten of het echt werkt. Dan heb ik dit pakket binnengekregen. En ik denk dat dit de spray-tan set is. Maar ik weet het niet zeker. Anders zou ik even niet weten wat het is. Ja, dit is van Luxe Ten. Heb ik een pakketje opgestuurd gekregen. En Luxe Ten heeft allemaal producten om jezelf te spray tannen. Dus om in deze tijd zonder zon nog wel een beetje een gezond kleurtje te hebben. Ik ga even kijken. Er zit een heel leuk... Oh, dit is denk ik voor je haar. Om je haar weg te halen. Anders ga je hele haar natuurlijk sprayen. Dan heb ik een doos. Super mooi. Even kijken hoe die open moet. Oh, wat nice. En dit is dus een soort apparaat. Het ziet er echt uit als een soort elektrische sigaret of zo. Maar hier stop je dus de bruine vloeistof in. Wow, wat cool. Het lijkt net een oud telefoontje met een camera. Hoi, ja, alles goed. Oké, geen idee nog hoe dit werkt. Maar je hebt deze, je hebt een oplader en je hebt dit Liquid 10. Ik denk dat dit hierin moet. En dat je dan gewoon zo over je gezicht heen moet sprayen. Ik ga het zeker even testen. Ik ga hier ook een Instagram TV van maken. Dus hou allemaal even mijn Instagram in de gaten. Als je wil weten hoe dit werkt. Ik ben heel erg benieuwd. Dan het volgende pakketje waarvan ik echt al hoopte dat die vandaag binnen zou komen. Want ik heb een super toffe broek opgestuurd gekregen. Van Style by Viv. En dit is de broek. Oh, ik hoop zo dat die past. Dan kan ik eindelijk mijn joggingkleren een keer uitdoen. En een spijkerbroek aan. Hij is wel donkerder dan ik had verwacht. Ik had hem lichter verwacht eigenlijk. Oké, ik ga hem gewoon even passen. Dit is de broek. Ik vind hem best wel mooi zitten. En ik vind het heel erg leuk dat hij een beetje baggy is aan de onderkant. Maar wel lang. En dat gat hou ik natuurlijk van. Ik weet niet of ik hem aanhoud, want het is wel koud. Maar nou, ik hou hem denk ik wel gewoon aan. En dan doe ik even iets anders aan. Want deze trui zit een vlek op. En dan I'm ready to go. En dan wordt dit mijn outfit voor today. Deze top van Chiquelle. En deze broek van Style by Viv. En mijn Balenciaga's. En I know, het is super koud. En ik weet ook niet waarom ik dit aandoe. Maar ik wil hem gewoon aan, want hij is nieuw. En ik weet niet wat ik anders aan moet. En nu heb ik mijn jas aangetrokken. Want ik ga naar Jasmine. En Jasmine die ken ik weer via Backfood. Waar ik af en toe mijn eten haal. En Jasmine is gevraagd, zoals heel veel mensen inmiddels in Nederland, voor weer het nieuwe seizoen van Love Island. Het wordt namelijk volop gecast. Ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen, maar als je mee wil doen, geef je dan deze week op. Want volgens mij zijn ze deze week druk aan het casten, dus Jasmine moet even een filmpje maken. En ik ga daarbij helpen. Ik ben zo blij dat mijn jaar niet tijdens de corona was, want ja, een casting
face-to-face is toch veel makkelijker dan dat je natuurlijk in je bikini een beetje rondjes gaat lopen in de woonkamer. En een beetje gaat praten over wie je bent in de woonkamer. Dus ja, ik ben daar heel erg blij mee dat het bij mij gelukkig niet zo was. Maar ik hoop dat ik haar een beetje kan helpen. Oh mijn god, jongens. Wat een avontuur. Ik durfde niet op een scooter, dus toen ben ik gewoon lopen te gaan naar Jazz. Dat was een half uur lopen. Toen dacht ik, ja, ik moet natuurlijk ook eten. Dus toen ben ik even langs Backfoot gegaan om het maaltijdje op te halen eigenlijk. Alleen, ik dacht dat het iets dichter bij mijn huis was. Dus toen ben ik van Jazz weer naar Backfoot een half uur gelopen. En nu is het nog een half uur huis lopen. Dus ik kom lekker aan mijn stappen vandaag. Ik heb het super koud, ik was super bevroren. Maar bijna thuis en dan ga ik lekker Backfoot eten met Temptation erbij. Nou jongens, Backfoot en Temptation. Goedemorgen, het is vandaag zaterdagochtend en ik ben nu echt op mijn lelijkst. Maar I don't care, want ik heb mijn wallen dingen opgeplakt en ik hoop dat het werkt. En ik ben het nu aan het testen. Ik kom net uit de douche. Ik heb lekker mijn haar gewassen en ik ga zo lekker een ontbijtje maken. En oh my god, kijk wat er is gebeurd. Zien jullie dit? Ja, ik ook niet. Het muizengif is allemaal opgegeten. Oftewel, we hebben dus echt nog muizen. Oftewel, ze gaan nu dood. Oftewel, ze gaan nu misschien dood in onze huisding. En nu gaat het stinken naar rotmuis. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Hier ligt het dus allemaal nog wel. Dit wordt niet opgegeten. Dus misschien hebben wij nu de hele keuken afgeplakt. Maar komen ze juist vanuit daar achter de bank of zo? Weet jij veel? Ik heb lekker mijn vlog geëdit en ik ging net naar beneden om boodschap te doen. En toen zag ik een kaart in de brievenbus waarop staat van jou en koffie. Krijg ik nooit genoeg. Dus ik dacht, oké, dit is reclame. Staat er, lieve Lisa, vandaag deel ik mijn eindeloze liefde voor koffie met jou. Op vertoon van dit Valentijnskaartje trakteer ik je deze maand op een kop koffie of thee bij Coffee Company. Heel veel liefs, stille aanbidder. / Esseldien Papichulo. Zo schattig, maar zo dom eigenlijk. Nee, het was echt lief. Hij heeft ook echt gewoon op de bus gedaan. Gewoon in de brievenbus, dat is echt veel moeite. En verder heb ik nog twee pakketjes binnen, dus die ga ik even laten zien. Ik heb van B4 Beauty, dat is het meisje wat af en toe mijn nagels doet, heb ik een sizing kit gekregen. En het ziet er echt heel raar uit, maar dit zijn dus allemaal verschillende lengte nagels. Want ze gaat mij zeg maar echt helemaal persoonlijk op maat gemaakt met het patroontje wat ik wil nepnagels sturen. Die ik dus op kan plakken en die echt super goed blijven zitten. Beter dan normale nagels. Nu vind ik ze allemaal echt heel lang. Oh nee, ik weet het al. Dit zijn natuurlijk je vingers, dus 10 nagels. En die moet ik laten zien hoe lang ik ze wil. Ja, ik hou namelijk niet van hele lange nagels. En ik heb nog een pakketje. En dit pakketje heb ik van Steiger. Ik weet in ieder geval niet hoe je het uitspreekt, maar dit merkje. En dit is echt een super tof bomberjack. Hij is super zacht en echt van hele goede kwaliteit. Ik ga hem even aantrekken. Ik heb hem aan. En het is dus eigenlijk een soort printje met sterren. Hier zitten twee zakken. En hij valt lekker oversized. Het is 1 maat, maar ik hou er wel van. En hij is echt super lekker warm. Ik zou dat niet zeggen. Ik vind hem echt wel leuk. Het is wel een beetje stoer. En echt een heel zacht stofje. Ik ben met Esseldien in de slijterij. En dit is dus een fles drank in de vorm van lippenstift. Hoe cool is dat? En we zouden dus eigenlijk vandaag gaan schaatsen. Wat heel Nederland doet. En ik wilde het ook doen. Maar Esseldien was net een wijf en die was super laat. Essel, weet je wat ik nou echt... Ik had iets anders. Wat? Je had het feestje. Ja, dus we zouden naar een soort buitenfeestje gaan in de pijp. Dat mensen zo'n muziek aan hadden en dat iedereen buiten stond. Dus wij daarheen en toen was net politie gekomen, want dat mochten ze blijkbaar niet. En toen was het gedaan met de pret. En nu gaan we maar drank inkopen. Weet je, Esseldien, wat ik echt heel graag voor Valentijnsdag wil? Ja. Gewoon iets simpels. Gewoon een kop koffie of zo. Niet een lipstick. Of een theetje. Niet dit. Het is geen idee waar ik het over heb. Nee. Wacht even. Vic en ik hebben een kaart gekregen met gratis koffie of thee. Oh ja, klopt. Heb je hem binnen? Ja. Heb je hem binnen gekregen? Ja. Ah, goeie, wat lief hè? Dat was zo'n gratis kaart waarschijnlijk die je gewoon... Nee, helemaal niet. Heb je dat gekocht? Ja. Nee. Ik weet het, ik heb die koffie betaald. Dus als je hem nu inwisselt. Oké, cool. Ik ga hem volgende keer meenemen. Lieve? Ik heb hem zo goed, want ik hou zoveel van top koffie en lief, thee. Lief hè? Ja, was wel schattig. Ik dacht, ja, is eindelijk een Valentijnskaart. Oh, ik was bijna vergeten. Dit is mijn eerste Valentijnskaart ever. Hè? Nee, ik heb wel van mijn ex ooit een keer. Maar toen kreeg ik geen kaas, toen kreeg ik gewoon een mega knuffelbeer. Kom nog even. Ik ben even omgekleed. Ik heb een niet zo boeiend shirtje aan van Zara. En deze broek van Lofies.
En nu gaan Fik en ik lekker sushi eten. En ik heb sushi gekregen van Oh My Sushi. Echt super lief. Ik zal zo even filmen. En Fik en ik zijn aan het wachten op Marit en Rachel. Die komen hierheen. En dan gaan we lekker een soort wijnavondje / sushiavondje hebben. Dit is de sushi die we gekregen hebben. Echt super lekker. En hier ben ik dus heel benieuwd naar. Dit zijn een soort kaasballen. Dat klinkt heel raar. Kaasballen. Maar het ziet er echt super lekker uit. Oké, jongens, zoals jullie misschien wel weten was het dus eigenlijk dit weekend carnaval. Dus ik heb voor Fik, nou ja, eigenlijk ook voor mezelf, dit gekocht. En dit is eigenlijk een herinnering van vorig jaar. Dit is deze fles Rocket Shot. Want Fik en ik hebben vorig jaar gecarnavald, wat super gezellig was. Met dus heel veel van Love Island. Met wie waren we? Met Jaap, met Jamie, Ziggy. Met wie waren er nog meer? Wow, ik heb echt een blackout. Fik, met wie waren we nog meer carnavallen? Met de Love Islanders. Ja, maar Ray was er. Junior. Ja, maar dat is... Oh ja, Nick was er. Ziggy. Maar waren er ook meiden? Luca. Oh ja, Luca. Meiden ook toch? Wie dan? Oh ja, waren wij de enige meiden? Volgens mij waren wij de enige meiden. Ik weet het niet. Maar goed, toen hebben Fik en ik dus een fles Rocket Shot achter de bar gestolen. Ja, het is eigenlijk heel gênant en erg. Maar goed, we hebben het heel leuk gestolen toen we op de bar aan het dansen was. En aangezien dit jaar geen carnaval is, hebben we deze nu thuis om dit op te gaan drinken. Ready for take-off. En Fik gaat even haar Harry Potter kostuumpje aan. Nee. Nou ja, ik baal zo erg, want ik heb echt een heel erg leuke outfit. Ja, ik heb een Harry Potter kostuum besteld voor dit jaar. Maar ja, dat ging natuurlijk niet door. Ik had hem al, maar ik heb een soort van nog extra attributen. Wat dan? Een muts, een sjaal, een cape, een handschoenenpaar. Ik heb een staf, ik heb een nieuwe bril. Ik heb een stropdas. Echt, heb je een bril? Ja. Cool. Oké, die heb ik nog niet gezien. Maar dus we gaan nu met deze fles de herinneringen van vorig jaar ophalen. En maar hopen dat volgend jaar carnaval wel weer doorgaat. Gaan we ook muziek luisteren, carnaval? Ja. Oké, dan ben ik wel excited. Allemaal naar links en rechts, de tent worden gevoeld. Naar links. Hey! Naar rechts. Oké, arme buren. Goed. We maken er zelf gewoon een feestje van, jongens. Dit komt helemaal goed. Het is ook kinderachtig. Jongens, het is vandaag zondag. Het is Valentijnsdag. En er wordt gewoon aangebeld met een bos rozen voor mij. What the fuck? Ik ben even confused. Er stond ineens een jongen voor mijn deur. En ik dacht, dit zal voor Fik zijn. Maar het is voor mij. Oké. Dit is echt super lief. Maar er zit dus iets in. Oh, dit is chocola. Degene weet dat ik een chocola hou. Happy Valentine's Day. Dinner at my place next weekend. Oh mijn god. Oh mijn god, ik had het echt niet verwacht. Ik vind het echt super lief. Morning. Het is vandaag maandagochtend. En the story continues. De bel ging vanochtend. En er was een bos bloemen voor mij bezorgd. Super mooi boeket. Ik zal het even laten zien. Ik heb dus geen vaas. Ik heb hem in een maatbeker gedaan. Hier, dit is het boeket. Kijk, ook echt met hartjes erin. En in mijn volgende weekvlog leg ik dit verhaal hierachter even uit. Want ik ga deze lekker afsluiten. Het duurt al veel te lang. En ja, dan heb ik een soort cliffhanger naar volgende week. Superleuk. Ik voel me net goed tijdens slechte tijden. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Zet even wat in de comments. Vind ik altijd leuk om te lezen. En abonneer nog even op mijn kanaal. Als je het nog niet gedaan hebt, want het lijkt me super leuk om binnenkort de 10.000 abonnees te halen. En dan zie ik jullie heel graag bij mijn volgende video. Doei doei!